jullie hebben de Vries al getrotseerd. Barroso, hier verder. Van Rompuy, die gaat verderop zeggen dat de economie zal groeien. Dat het gedaan is met de crisis. Zij hebben over ons dat al 5 jaar. Wel, ik zeg, verander van politiek. Het is met de ziekte, kan men niet bestrijden met voortdurend de verkeerde geneesmiddelen. De bezuinigingen zijn een aderlating voor de economie. En de Europese economie, de patiënt, doet niet anders dan verzwakken. Wij willen dus zeggen dat het Europa van de werknemers, dat dit niet een Europa is dat we vandaag hier aan het maken is. Wij willen dat de koers verandert. Wij willen een einde aan de sociale dumping en de loonconcurrentie. Wij willen een minimumloon over heel Europa. Wij willen investeren in een duurzame economie. En we willen onze syndicale vrijheden, onze vrije loonsonderhandelingen behouden. Wij willen geen afval van de woningmarkt. Beter onderwijs, goede gezondheidszorg, mobiliteit. Alleen op die manier kunnen wij herverdelen. Wij willen dat iedereen een rechtvaardige bijdrage betaalt om deze maatschappij te financieren en sociaal rechtvaardig te maken. Kameraden, Europa zal sociaal zijn of zal niet zijn. Samen sterken, al samen bevallen. Ik ga het zo zien, mijn ogen.